Hallo en welkom bij Nederners. Welkom allemaal, zijn we terug bij Sonic Mania. Sonic Mania. We hebben natuurlijk dat mooie drukkerijleveltje gehad. Ja. En we hebben deel 1 gehad en nu gaan we verder met deel 2. Deze vind ik er wel iets mooier uitzien. Het ziet er wel heel mooi uit. Met die van die boompjes en van die bloesems. Die overal heen vliegen. Van die bloesemblaadjes. Inderdaad. Een beetje zo'n Japanse stijl. Inderdaad, het ziet er ook een beetje bevroren uit, een beetje besneeuwd. Ja, inderdaad, een boomstamstad. Ja, inderdaad. Even kijken, laten we er doorheen gaan. Ziet er leuk uit. Oh. Ik vind dit level er veel leuker uitzien dan dat level die ik dit is wel echt een top inderdaad. Oh, wow. Ja, er zit die potloden, daar kan je opspringen. Potloden? Ik denk dat het potloden zijn, ik weet het anders ook niet. Ik weet het ook niet. Zo. Wow. Heb ik goed gedaan. Ja, ik heb goed gedaan. Oké, bijna 100 dingen en ik ben weer alles kwijt. Altijd. Dat is in Sonic altijd wel een beetje een dingetje hoor. Oh, er was een springer die brak. Oké, dat kan dus ook nu. Oh, volgens mij kan je daar doorheen. Volgens mij kan je inderdaad gewoon doorheen. En... Oei! Oké, hier krijg je een mooi springveertje. Wow, hier zitten dus ook krabben. Krabben, chainsaw crabs. Oké, even rustig aan, als dat kan. Ik wil even kijken wat we hier allemaal hebben. Dan hebben we hier een springer die gaat kapot. En dan hebben we er hier één. Oh, wow, geluk. Daar kunnen we op. Oeh, kunnen we hier... Dat is een boom versnipperen. Oké. Dat heb ik goed gezien, Cindy. Ik was even aan het uitvinden wat nou een boomversnipperaar precies doet. Het is iets waar je niet tussen wilt komen. Nee, dat heb ik gemerkt. Vooral niet als egel zijnde. Inderdaad, ik was even bevroren, zag je dat? Zag het. Dat is wel grappig eigenlijk. Oké, ik kan hier niet zo tegenaan komen. Nee, ik denk dat je het verstandig is ik om denk dat die we kant gewoon deze kant op gaan. Ja. Dat had ik niet verwacht. Oké, ik ook niet. Oh. Oké dan. Alle kanten op. Oké, nu even rustig, Sonic. Sonic. Ik zeg wel rustig, maar Sonic kan niet rustig. Die weet niet eens wat rustig is. Wow, dat is toch het ijspegel? Inderdaad. Oké, we gaan hier voorzichtig. Kijk, allemaal ringen. Oh, en ik zie nog meer dingen. Oh shit. Ik zie daar een dingetje, maar ik weet niet wat dat is. Oh, het is een schild. Daar gaat mijn schild. Oké. En dan kom je naar boven. Ja, ik wil gewoon normaal springen, maar Sonic kan niet normaal springen. Die kan alleen maar... Ah, nee. Wacht. Oh, dat is een dashsprong. Nu weet ik hoe de dashsprong werkt. Ik weet niet eens dat dat kon. Oké, ik weet alleen niet precies hoe ik dit moet doen. Dit ga ik niet overleven. Oké, wacht. Misschien zo. Heb ik nog dingen? Yes, niks gebeurd jongens. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Jullie hebben niks gezien. Oh, wow. Bonus level? Nee, geen bonus level. Oké, dat was. Ik zag het even niet. Lekker. Ik was heel even aan het concentreren. Hij gleed eraf. Hij gleed eraf. Wow, we hebben super snelheid. Everybody super Sonic Racing. Oké, dat kunnen we dus niet door. Wow. Oké, we zijn kapot, gebroken. Sonic, ga er doorheen. Wat is er aan de hand, Sonic? Dat was dus iets wat kapot moest. Dit werkt jongens. Het ziet er niet uit. We zijn gebroken. We zijn gebroken. Arme Sonic. We moeten op potloodje wachten en springen. Ja, het is inderdaad een potlood. Kijk, we hebben hier een rode spring en die gaat lekker hoog. Dat vind ik leuk. Yes. Hier moeten we tussendoor komen. Kunnen we hier niet tussendoor? Waarom kunnen we hier niet tussendoor? Potloden schieters. Oké, dat werkt niet zo. Dat is niet lekker, hè? Nee, dat is even oefenen hoor, jongens. Ja. Oké, kijk, we hebben hem nu. We hebben hem nu. En zo, yes. Niks aan de hand. Oké, hoe dan? Hoe? Huh? Hoe moet ik hier uitkomen? Dit is best wel een confusing level. Dat is niet... Zit er ergens een secret passage? Ja, we gaan het zien. Oh, daar. Oké. Just follow the rings. Dankjewel voor het duidelijk aangeven. Oké, er zitten daar springs. En dan kunnen we er doorheen. Dit is zo raar. Ja, dat is niet logisch, maar... bedankt. Dit is ook niet logisch. Woei! Oké, we zijn er. Yay! We zitten een ninja. Ja. Een ijsninja. Kunnen we hem raken door gewoon tegen hem aan te spelen? Oké. Ik weet niet. Ijsninja. Ijsninja heeft ijs... we hebben hem. Yes. Bam!
Oh, oké. Uitkijken. Oké. Oh, wow, ik krijg een bommetje. Bom, boom. Zijn ik boom. Bam. Yes. En dan springen we op. Oh, goed, en dan hè? Moeten we wegspringen. Oké. Okay. Oh, shit. Oh, daar gingen allemaal dingen. I jinxed it. Oké. Maar niet, maar niet. Oh, wow. Get the ring. Oké, rustig. Oh, wauw. Oké. Waar is die? Oké, dit is echt irritant. Hij springt super hoog. Ja, en hij laat je even telkens weer bevriezen. Oké, we hebben hem. Bam, nog een keer. Oh, shit. Nee, mijn laatste ring. Jongens, zo close. Ja, ik moest die ring hebben, maar uiteindelijk is dat een probleem geweest. Dat was de baas. Oké, we hebben weer 5 ringen. Nou, dat je is weet veel. Ongeveer hoe het werkt. Ja, nu weet ik hoe het werkt. Oké, hij gaat springen en dan moet ik onder hem springen en dan bam, bam. Oké. Yes. Oh, wow. Oké. Oh. Yes. Oh, wat? Ik had geen ringen meer. Ik dacht dat ik ook een ring had. Jongens. Gepakt. Ja, blijkbaar niet. Whoa. Blijkbaar had Sonic hem gewoon lekker kwijtgeraakt. Sonic. Oh wow, dat was een groot stuk hout. Ja. Dat zijn toch. Oh, oké. Dat zijn boomies. De boomies. Oké, spring maar hoor, spring maar. Oh, oké. Dat was niet echt handig. Nee. Bam. Oké. Okay. Oh. Bam. Oké, kom maar. Spring maar. Kom dan. Oké, hij springt de verkeerde kant op. Oh, nee. Oké, yeah, baby. Oké. Oh, nee. Nee, niet weer. Oh, shit. Oké, ik ben nu dood. Oh, nee. Oké. Bam. Oké. Hoeveel keren nog? Oké, nu goed ontwijken. En nu komen er allemaal prikkels overal vandaan. Oké. Oh, yes. Goed zo. Oh yeah, high five. Oké, jongens, dat was leveltje 1. Tot op je. Dat was leveltje 1. We hebben het nu gehaald. Nu kunnen we dit dingetje ontploffen en we hebben beestjes vrijgespeeld. Yes, we hebben deze stage gehaald. Nou, jij hebt deze stage gehaald. Ja, nou, jij hebt de eerste gedeelte gedaan. Yeah. Dus we hebben samen dit mooie leveltje tot een mooi einde. Maar ik vond deze wel iets mooier dan die vorige. Ja, inderdaad. Een beetje Dr. Eggman. Oh, ik zag Metal Sonic in dat beeldje staan. Serieus? Yeah. Oh jee, hij zet de tijd weer stil. Hij transporteert ons weer naar een andere dimensie, jongens. Wat zal het zijn? Niet iets goeds, denk ik. We komen in... Wat is dit in godsnaam? Stardust Speedway. Het ziet er wel tof uit. Een soort van jungle. Ja, en die vonkjes, dat doet me een beetje denken aan iets wat je in de fik kan steken. Dus ik ben altijd een beetje bang om te... Het zijn vuurvliegjes. Die doen niemand zeer. Wow! Was dat? Okay. Wat? Het leek op doperwtjes. Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Het is een streng met doperwten. Kijk dan. Ja, het is net doperwten. Wow, jongens. Door doperwten. Wow. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Ik weet het niet. Wow. Sorry dat hij ging zo. Ja, hij ging er helemaal omheen. Nou, dit is nou wat ik bedoel. Snelheid, jongens. Oké. Wow, hele grote ringen. Wat is dat dan? Wat? Oké. Is dat mogelijk? Ik heb ook geen... Oké, dat is een blaadje dat ik heb staan. Oké, gelukkig. Ik dacht even dat ik... Waar vlieg ik helemaal heen, joh? Nee, doe ik het wel overal goed? Overal en ergens. Ik weet het niet. Ik denk dat ik het goed doe. Ik denk het. Oké, geen bonus. Voor dat dingetje moet je uitkijken voor dat ding. Ja, inderdaad. Boven je vliegt, want die gaat zo'n straal. Gooi bommetjes neer of zo, toch? Die schiet een straal. Oké. Oh, dat is de verkeerde kant op. Ja, bam. Yes. Chapau. Wee. Wordt het draaiend van. Jongens, waar zijn we überhaupt? Maar wel een mooi level. Shit, bonus level. Uit bonus level. Hi. Toch gehaald. Was de bedoeling, jongens. Het was helemaal uitgepland. Oh ja, natuurlijk. Dat was echt niet uitgepland. Oké, jongens, dan gaan we weer. Gaan we deze halen? Gaan we het halen? We moeten de 118 halen. Oh, jezus. Dus dat is best veel. Yep. We gaan het rustig aandoen. Gewoon proberen, voordat de snelheid zo hard wordt dat je het niet meer kan volgen, om alles te pakken en zo, weet je wel.
We gaan de tactiek aan om zo veel mogelijk te halen. Maar... Ik word nu alweer draaierig. Ja, ik word ook alweer een beetje waas van. Kijk, nu gaat het heel sneller. Ja, gotta go fast. Oké, jongens. Rustig blijven is het enige wat je het beste kan doen in deze soort situatie. Oh, nog een grote vierkant. Ja. Waarom gaat hij niet weg dan? Dat is nou een paar keer gebeurd en dat snap ik dus niet. Omdat er dan iets in het midden zit, gaat hij niet weg. En dat snap ik dan weer niet, weet je? Dat is apart. Ja, oké. Oh, hey, daar gingen we weer. Ik vind het echt leuk. Oké, dat was te verwachten. Dit is minder leuk, ja, maar... dat was te verwachten. Oké, we hebben bijna geen coins meer. Of ringen. Sorry jongens, ringen. Wow, oké. Ik ben nu echt wel even helemaal gedesoriënteerd. Maar het is wel leuk. Oké. Een paar dingetjes erbij en ja hoor, kijk, dit is leuk, dit is nieuw jongens. Ringetjes die je mee trekken. Oh, dat is wel meetrekken. Oh, dat is weer die laserbal? Ja. Oh, wow. Ik dacht ik ga voorzichtig zijn. Oké, wat doet dit? Ik weet... Oh, bloemen. Oké. Dat is leuk. Dat is best wel tof gedaan. Niet zo tof gedaan. Oké, minder tof. Je kan niet op een hoofd springen. Ik dacht, laat ik het proberen, weet je. Okay. Nou ja, geen goed idee. Oh nee, dat is verkeerde speedboost. Speedboost. Weet je nog, van, ja. Wat was dat ook alweer? Ik weet niet meer. Was het van Skyrim? Nee hè? Nee. Ik denk dat het ook met de Sonic was. Met de andere Sonic Generations natuurlijk. Ja, we hadden ook speedboost. Het is alweer een jaar geleden dat we dat hebben gespeeld. Dat is al best wel snel gegaan, hè? Ja. Oké, hebben we je bonus level? Nee. Oké, okay, ja, hebben we het? De baas? Oh, wow. Laser. Oh, het is een vuurvliegje. Oké, hij komt daar. Uitkijken waar die... Hij komt daar. Moet ik hem raken of niet? Nee. Jawel, oké. Nu zijn het er twee. Wacht. Yes, oké. Ik moet gewoon die beestje raken. Oké. Oké, dat is een grote... Ah, oké. Daar dat moet je echt in niet. Die hoek gaan staan. Ja, oké. Ja, ik wil het even uit. Zeker weten natuurlijk. Oké, ik kan het dus niet zo raken. Je moet echt uitkijken. Ja. Rustig maar. Komt goed. En nu komt die reuze aan. Ja, helemaal in de hoek staan. Moet ik één keer raken en dan snel naar de hoek. Ja. Yes! Yeah, dat was makkelijk. Dat was best wel simpel. Hey. Dat was best wel goed te doen, zeker. Jongens. Yeah, zie hem dansen. Sonic got through act 1. Nou, dat was in een mooi leveltje. Ja, zeker. Oké, jij mag het zeggen. Ga ik er nog eentje doen? Of ga jij er nog een doen? Zeg jij het maar. Ciao. Ja, kijk, weet je hoe lang zijn we al bezig? Ongeveer 12 minuten. Ik denk dat we er nog wel eentje kunnen doen. Nou, prima. Laat ik er nog eentje doen, jongens. Yes. Het ziet er ook wel spectaculair uit. Ik weet niet wat er nu gebeurt, maar... We vliegen de sterrenhemel in, jongens. Stardust Speedway Zone. Oh my goodness. Dit is wel een oude Sonic level. Ja? Ja, dit had ik nog gisteren. Toen zagen we dit level voorbij komen ergens in een review. Ja, op internet. Hè? Ja. Yeah. Ja, volgens mij is het... Oude Sonic level. Dit is wel cool, jongens. Ja, ik ben... trompetten. Okay. Of wat is het? Ja, het lijkt op trompetten in ieder geval. Het ziet er cool uit. Ja. Yeah. Welke Sonic zou dit uitkomen? Ik denk een Sonic die ik niet gespeeld heb in ieder geval. Sonic 2? Nee, niet Sonic 2, want die heb ik gespeeld. Oké. En daar zat hij... Daar zat hij niet Sonic in. Is met de Sonic? Sonic 2. Oh, maar dit is wel het level van met de Sonic. Ja, nou ja, niet in Sonic 2. Misschien dat hij in Sonic 3 ook met de Sonic zit en dat hij daarin zat. In Sonic 2 is met de Sonic in een level waar je in een vliegtuig zit. Dat lijkt een beetje op het ene level wat we al gehad hebben. Oké, dit is niet echt handig. Wauw. Hierheen gaan. Ja. Ja, kijk, dit is goed. Dit is goed, jongens. Oké, dat is niet goed. Ja, de bovenringen. Ja, oké. Yes. Dit is wel goed. Okay. Uitkijken, die dingen. Die zijn wel irritant. Onvoorspelbaar. Oké, wat is dit? Is dit nog iets waar ik... Dit is een looping. Yes. Oké, dat ging een beetje langzaam. Kijk, dit is de snelheid die ik gewend ben. Wow. Oké. Ga ik nu weer terug en nu weer heen? Ik snap er niks van. Serieus. Als iemand nog weet waar we zijn in het level... raket. Ik wil met de raket mee. Ik sprong eraf. Wow. Oké, dit is die kant op zo. Wat gebeurt er? Oké. Weet je nog dat we de vorige keer zeiden van...
We hebben helemaal geen bonusring levels meer gedaan. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk, toen kregen we één bonus level. Ik denk, laat ik het nu nog een keer zeggen. Misschien zien we dan ineens een bonus level. Ja. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem hier ook niet gezien. Ze zijn heel moeilijk te vinden. Dat was echt een faalactie. Ik weet niet wat je denkt. Dat was ook weer een faalactie. Oh, je knalde tegen die dingen. Ja, oké. Okay. Oh. Dat is ook niet echt... Oké, okay, dat was bijna de middelste. Jongens. Wat doe je? Ja. Bim, juist. Dat is wel een grappig level. Dit is wel echt... Oh, wow, donker. Donker. Oké, daar zijn we. Oh, Metal Sonic. Yeah. Metal Sonic, jongens, nee. Wat moet ik doen? Hij heeft een konijn vast. Moet ik hem gewoon slopen? Je moet op dat ding, ja. Oh, dat is een projector. Oh, dat was een projector, joh. Er was niks aan de hand. Dat was niet de echte Metal Sonic, jongens. Yay, allemaal nee, een beetje. Maar dat wel. Oh, shit. Oh, dat is echt Metal Sonic. Oh, nee. Oké. Rennen. Oh, ik moet gewoon rennen, oké. Je moet wel uitkijken, want hij komt soms van verschillende hoeken. Oké, wat? Ja, zoals dat. Yes. Wat moet ik doen? Je moet gewoon rennen. Ik moet gewoon rennen, oké. Je kan hem hier nog niet raken. Ik dacht dat ik hem al moest raken. Nee. Hij zegt ook helemaal niet, hey, kijk even uit, ik kom eraan. Je moet gewoon vaart maken. Oké, hij had me gemist daar. Ja. Yes, en Okay, nu moet je even opletten. Okay. Want hij gaat nu van die Sonics uit. En dan moet je. Ja, die moet je tegen met de Sonic aankaatsen. En als die gaat rollen, dan moet jij ook rollen. En dan knalt hij zo tegen hem aan. Oké. Gewoon vanaf het begin. Ook gewoon zo'n speedboost doen. Dat doe ik, maar ik ben als niet zo hij goed. Ook rolt. Ja, ik ben niet zo goed. Ik moet nog even oefenen. Bam! Oké. Dat bedoel ik. Oké. Ik ben niet goed, hè? Ik ben niet goed. Ik moet nog even oefenen, jongen. Wat? Hoe dan? Ik heb geen dingen meer. Oké. Ah, nee. Hoe kan dat nou? Hoe kom je doet mijn spin attack het niet? Je moet stilstaan. Game over? Yep. Oh, jongens. Moeten we helemaal naar het level toe. Ja. Wat zullen we doen? Bewaren we voor de volgende keer? Of gaan we hem gewoon afmaken? We bewaren hem voor de volgende keer. Ja, oké, jongens. Nu hebben jullie hem gezien. Dit was het level. We gaan hem de volgende keer afmaken. Cindy weet hoe het moet. Ik niet. Ik ben slecht. Nee, grapje. Maar we gaan het nog een keer doen. Komt helemaal goed. Jullie gaan het de volgende aflevering zien. Wil je die nou zien? Abonneer dan even op ons kanaal. En vergeet deze video niet te liken als je het leuk vond. Dat is natuurlijk ook wel een goede. Ja, zeker. Maar vergeet absoluut niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Als je abonneert op ons kanaal, druk dan ook gelijk even op dat belletje. Want dan hoor je bij Team Belletje. Hashtag Team Belletje, jongens. Als je bij Team Belletje hoort, dan krijg je als eerste notificatie dat onze video's online komen. En dan kan je gewoon als eerste kijken, reactie achterlaten en lekker met ons praten. Superleuk. Dat vinden we super gezellig. Dus we zien jullie graag. In de volgende video. Ja, tot de volgende keer. Doei!